SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd SV Urk tegen GVV uit Veenendaal op zaterdag de 12 november 2022. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Michielsen en ons pupil van de week is Hessel Ras. Hij scoort ook meteen het eerste doelpunt van deze middag, al is het dan nog niet van waarde. Urk begon heel sterk aan de eerste minuten in die eerste helft, met name de eerste 13 minuten, kregen ze corner op corner. En de aanvallen van Urk waren kansrijk, waarbij hier een doelpunt van Hesselsnoek, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. En er voelde corner op corner en toen was het uiteindelijk toch de aanval van Urk, die via de linkerkant en met name via de dribbelaar Lucas Tol, die in de combinatie gaat met Hessel, met Jan Ras. En Jan Ras die geeft die voor, maar kan net niet benut worden. En dit is één van die vijf corners in die eerste 13 minuten genomen door Johannes Schrijver. En dan is het uiteindelijk toch Klaas Romkes die net over het doel schoot en weer een cornerbal met opnieuw Johannes Schrijver. Johannes Schrijver krijgt nog een keer de kans om de bal voor te geven. En dan is het net niet op tijd dat het Klaas Romkes de bal in het doel kan krijgen. En zo blijft het 0 tegen 0 in die eerste 13 minuten. Er is een 1 tegenaanval van GVV en meteen wat gegrabbel erachterin. Schrijver komt net iets te laat, Strijker. En dan is het uiteindelijk Chile die daarvan profiteert. En in plaats van dat Urk op voorsprong komt, is het GVV dat op een 1-0 voorsprong komt na 13 minuten spelen. En eigenlijk tegen de verhouding in op dat moment. En dan is het Urk dat wel blijft voetballen, maar toch een klein beetje de draad kwijt was. En is het GVV dat opnieuw de aanval zoekt via de linkerkant, komt de voorzet. En dan is het uiteindelijk wel een doelpunt in voor 0 tegen 2. Maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. En zo blijft het gewoon 1 tegen 0 voor de ploeg uit Veenendaal. En blijft Urk wel op achterstand staan. Waarbij in die achterhoede toch af en toe wel te veel ruimte kwam. Waarbij vooral GVV oproerde om die ruimte te benutten. Toen een schot uit de tweede lijn. En dat was een schot vanuit de tweede lijn voor GVV. Maar Strijker wist daar wel raad mee. Nu is het GVV opnieuw de aanval zoekend. Maar Johannes Schrijver die de bal mooi onderschept. Een klein dieptepaasje op Hesselsnoek. Hesselsnoek net iets te laat. Maar dan is het opnieuw Johannes Schrijver. Legt de bal mooi terug. En dan is het uiteindelijk Rikkel Nentjes. Die in het veld was gekomen voor de geblesseerde. Acht voor rust. Toch nog een kans voor Urk. Maar Klaas Romkes mist. Ruststand 0 tegen 1. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. GVV kwam heel sterk terug uit de kleedkamer en creëerde in de eerste 3-4 minuten van de tweede helft kans op kans. Waarbij met name Urk het heel moeilijk had. Van in plaats van zelf de aanval zoeken, gaven ze het initiatief aan de ploeg uit Veenendaal. Hier een misverstand tussen Lucas Nagel en Johannes Schrijver. Waarvan uiteindelijk die topscorer van GVV, en dat is Björn Burgering, die mist die bal. En dan komt de hoekschop van die buitenkant. Waarbij het uiteindelijk nog een keer de mogelijkheid om die voorzet te geven. En dan wordt er wel degelijk gescoord. Maar dat doelpunt geldt ook niet. Want ook hier stond de doelpuntenmaker buitenspel. En blijft het 0 tegen 1. En Urk werd toch wat slordig. En dan was het de GVV dat ervan profiteerde. En opnieuw de mogelijkheid. En dat was uiteindelijk Jurie Potjes. Maar hij kreeg de bal niet in het doel. Maar ging huizenhoog over. En gelukkig bleef er voor Urk nog steeds 0 tegen 1. Dan de tegenaanval. Waarbij met name Björn Burgering de bal voorgeeft. En in het zijnet schiet. En geen mogelijkheid verder voor GVV. Maar toch bleef GVV aandringen. En is het Urk dat er niet echt uit kon komen in die tweede helft. In het begin van die tweede helft. En uiteindelijk is het dan de nummer 4 van
GVV. Dat is Mats Grotenbrecht die dan wel de stand op 0-2 brengt. GVV viert de aanval, maar in die tegenaanval krijgt Urk een corner door Johannes Schrijver. Wordt genomen, helemaal bij de tweede paal teruggekopt. En uiteindelijk is daar het laatste zetje dat Klaas Romkes de bal doet geven. En daarmee Urk weer terugbrengt in de wedstrijd 1-2. En dat gaf die Urkers natuurlijk weer wat mogelijkheden en wat positieve stemming om toch iets meer uit deze wedstrijd te halen. Waarin ze in die eerste helft met name de mogelijkheden hebben laten liggen. En dan is het GVV dat de aanval zoekt, maar de buitenkant is het de man Jordi Bitter die de kans niet weet te benutten. Maar dan is het dan toch de topscorer van GVV die ook deze mogelijkheid van Strijker mist. En dan is het een hele mooie teruglegbal van Klaas Romkes, maar de volley van Hessensnoek gaat hoog over het doel. GVV bleef druk houden op die achterhoede van Urk. En zo kwamen ze er eigenlijk niet goed uit. En is het Berestijn die daar de aanval kan vervolgen van GVV. Legt die bal mooi breed op de aanvoer. En is het uiteindelijk toch de 1-3. Een tegenvallend resultaat waarbij Rikert-Jan Brans een ongelukkige rol speelde. En is het een eigen doelpunt van Urk. Intussen Pieter Brans in het veld gekomen en hij moet proberen om wat meer aanvallende impulsen te geven. Rikert-Jan Brans aan de buitenkant naar Lucas Stol, de dribbelaar die voor iedere keer mooie individuele actie zorgt, zoals nu ook weer. En legt nu de bal op tijd breed en is het invaller Andreas Gmodder die vlak voor tijd de 2-3 scoort. En dan is het uiteindelijk toch Urk dat nog hoop heeft om in die laatste drie officiële minuten nog wat te doen aan die 2-3 achterstand. En hier nog een keer in de herhaling die prachtige actie van Lucas Stol, waarbij hij die bal breed legt op Andreas Gmodder, de invaller die 2-3 maakt. En in de laatste minuten van de wedstrijd probeerde Urk de druk nog op te voeren op de verdediging van GVV. En kwamen er nog een paar mogelijkheden waarbij Pieter Brans hier de bal breed legt op Rikert Neentjes. Rikert Neentjes nog even probeert Rikert-Jan Pieter Brans te bereiken. Dat mislukt. En dan is het GVV dat nog één keer gebruik maakt van de ruimte. Maar Strijker op tijd uit zijn doel komt. En kan Urk de bal nog één keer hoog inbrengen. En doet dat via Pieter Neentjes. Pieter Neentjes kijkt daar de aanvallers. Waar staan ze? Om te proberen die laatste aanval ook succesvol te vinden. Dat lukt niet. En met het overgaan van deze kopbal van Andreas Gnodde, dan zitten we in de allerlaatste fase van de wedstrijd. Waarbij Urk die wedstrijd dus verliest met 2-3 van GVV. En gaan we nu luisteren naar de analyses van de beide trainers. TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Low-tech installatietechniek. En No Milk Today. Gerry Vink, de trainer van GVV uit Veenendaal. En ja, na vandaag, Gerry, koploper. Ja, ik heb het net gezien. Ja, je ziet hoe dicht dat bij elkaar staat. En ja, na de afgelopen weken dat we, vonden wij ook onterecht, twee wedstrijden verliezen. Daardoor ook uiteindelijk je koppositie uit handen geeft. Ja, na één overwinning sta je dan weer bovenaan. Dus ja, het kan in deze competitie alle kanten op. Wat dacht je dat eerste kwartier? Want toen zette Urk jullie constant onder druk. En ja, toen had je de wedstrijd niet onder controle volgens mij. Nee, klopt. Ze hadden natuurlijk met name door die corners. En ik ken Gert-Jan natuurlijk al wat langer. Ja, dat zijn lastige momenten waarop je natuurlijk even niet onder die druk wegkomt. Ik geloof dat ze, wat je net zei, 5 corners achter elkaar kregen. Ja, dat zijn lastige momenten. Je zag wel, omdat natuurlijk er veel ruimte ligt bij de achterhoede van Urk, met onze snelheid, zag je wel dat we 2 keer er gevaarlijk uitkwamen. En volgens mij de 3e keer was het raak. Dus dan scoor je een goede 1-0. Ja, met een beetje, ja, ik zeg gegrabbel in de achterhoede van Urk. Dat zijn jouw woorden. Maar in ieder geval, en dan sta je bij de rust met 1-0 voor. Dan komen jullie heel goed uit de kleedkamer. Want je krijgt in de eerste 3-4 minuten ja ook 2-3 echte mogelijkheden. Misschien wel kansen. Ja, en dan kantelt die wedstrijd toch een beetje. Hè? Nou,
Klopt, we komen goed uit de kleedkamer. We speelden goed de ruimtes. Volgens mij kwam Jordi Bitter 2 keer rechtsdoor. We scoren op dat moment niet de 2-0. Dan zie je op het moment dat je zelf niet scoort en je blijft de hoop houden bij Urk. Want als het 1-0 blijft, ja, dan is er nog van alles mogelijk. Ik vond wel dat we daar wat meer grip hadden als de eerste helft. Ik vond de eerste helft ook van beide kanten niet hoogstaand voetbal, maar wel energierijk. Van beide kanten veel duels, snel de lange bal. Ik moet wel zeggen, in de tweede helft vond ik ons wat meer grip op de situatie hebben. Je maakt een gelukkige 2-0, dacht ik. Het was een beetje mazzel als ik het een beetje terughaal. Ja, waar ik niet vrolijk van word is, en dat herbergt dan ook een elftal wat graag bovenaan wil staan en dat we daar toch wel te wisselvallig in zijn, is dat je en bij 2-0 en bij 3-1, dan moet het gespeeld zijn. Ja, en daar zijn we heel slordig. Want uiteindelijk zet Urk jullie in de laatste 5 minuten nog heel sterk onder druk. En dan, ja, bij die 3-2 had ook de 3-3 mogelijk geweest. Maar ja, dat is allemaal als-als. Jullie gaan heel tevreden naar huis als nieuwe koploper in die derde divisie. En dan succes met het vervolg, Gerry. Ja, dankjewel. Nee, klopt. Het is een lange terugreis. Ja, en je voelt jezelf, wat ik net al zei, als je wint een iets betere trainer dan dat je verliest. En lekker naar huis toe. Op naar de volgende wedstrijd. En het gaat uiteindelijk altijd om winnen. Succes daarmee. Dankjewel. Ja, Gert-Jan, wat jouw collega zegt van als je wint, dan ben je een gelukkige trainer. Als je verliest, ben je dat niet. Staat hier een ongelukkige trainer nou vandaag? Wel in de liefde. Je wint liever. En als je naar... Dat zei ik niet. Ongelukkig in de liefde. Ongelukkig in de liefde. Maar in ieder geval, als je de eerste helft kijkt, jullie beginnen heel sterk. Met, ik heb 5, 6 corners geturfd in die eerste 13, 14 minuten. En dan een hele snelle aanval van de tegenstander. En dat is datgene waar jij iedere keer zo bang voor bent. Hè? Dat de tegenstander snel eruit komt en dat die ruimtes benut worden. En ja, daar sta je met 1-0 achter. Ja, en de tweede werd afgekeurd voor buitenspel. Jullie hebben het allemaal over die corners. Maar wij hebben 6 kansen in de 5 meter gemist. 6 kansen voor de rust in de 5 meter. Het is allemaal leuk en aardig, maar als wij zo goed voetbal spelen, we komen 6 keer in de 5 meter en je kunt hem de 6 keer inschieten en we doen het niet, dan duperen we onszelf. En dat zei ze in de rust ook. Het gaat niet expres, maar er komt nooit rust omdat je nooit die goal maakt. En dat is herhaling van zetten. En dan zie je de tegenstander, die krijgt 1 kans, inderdaad rommelig van ons. En dan zit hij erin 0-1. Dan hebben we geluk dat die 0-2 wordt afgekeurd, anders is het al gelijk einde wedstrijd. En dat typeert Urk dit seizoen en dat heeft met kwaliteit te maken. Je moet zelf je kansen benutten en als je dat onvoldoende doet, tegenstander maakt ze allemaal af. En als ik dan kijk, want ik had het net even voor het gesprek over met jouw collega van GVV. Ja, Urk staat gewoon te laag. Vind jij dat ook? Nee, want wij hebben de punten die we hebben en dan sta je niet te laag. En ik kan wel elke keer zeggen, ja, tegen Doven was het goed en tegen Stappers was het goed en tegen Harkema was het aardig en nu was het ook wel weer redelijk. En ze doen hun stinkende best, maar we hebben de punten die we hebben, omdat we zelf te weinig scoren en te makkelijk incasseren. Ja, en dat moeten we gaan omdraaien. Als iedereen zegt van, is het leuk om dit seizoen naar Urk te kijken? Ik blijf erbij dat we beter voetbal spelen dan vorig jaar. We zijn gepromoveerd. Wij hebben de zwaarste taak van alle teams om met eigen jongens op dit niveau te handhaven. We wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden. Toen we een paar keer wonnen, dacht iedereen, die trainer die vertelt onzin, want het is allemaal niet zo spannend met die fitheid en met het niveau. Hoe langer zo'n competitie duurt, dan gaat het om kwaliteit. En dan zullen we echt moeten verbeteren. En dan werken we hard aan. De jongens ook vandaag, je kunt er echt niks op uitdoen. Ze zijn totaal los. Maar even naar die tweede helft. Want op een gegeven moment dan staat het 3-2. En ik had eigenlijk verwacht, jou kennende, dat je die twee aanvallende wissels, in dit geval Jelle de Boer en Andreas Genolle, eerder zou brengen. Want op dat moment, dat ligt ook een beetje jouw aard om dan veel aanvallend te gaan spelen. Je deed dat vrij laat. Was dat een bewuste keus? Nou, we stonden al aanvallend. Vond ik dat we ook vandaag best veel gecreëerd hebben. Dus ik had niet het idee dat het vast zat. Normaal wil ik wel eens wat eerder wisselen en wat rigoureuzer. Maar dan heb ik echt het idee van, hey, we creëren niks. En dan ga ik gewoon een heel ander plan bedenken. De oplettende kijker ziet me dan even op mijn knieën zitten met een briefje. En dan doe ik eventjes, bedenk ik iets. Maar ik vond het vandaag allemaal niet zo nodig. Het was niet zo slecht. GVV is gewoon de kampioenskandidaat nummer 1. Die hebben het vandaag hartstikke zwaar gehad. Wij hebben onszelf in de eerste helft gedupeerd door niet te scoren.
Wij hebben onszelf gedupeerd door makkelijk te incasseren. De 2-0 was in de eerste aanleg buitenspel. Dat zit dan ook allemaal weer niet mee. Bij GVV mag hij door. Bij ons wordt een zuiver doelpunt afgekeurd. Want Hessel schiet hem erin, die komt achter de situatie weg. Daarna dezelfde situatie bij GVV en dan mogen ze wel doorgaan. Dat zit allemaal tegen. Maar het zit tegen omdat we aan de voorkant niet belonen. En omdat we aan de achterkant fouten maken. En daarmee moeten we verder aan het werk. Ja, en dan even terug naar mijn vraag. Want op een gegeven moment heb je twee aanvallers die allebei kunnen scoren. Jelle de Boer en Andreas. En nou, dat doe je dan pas in de, ja, ik meen in de 83e minuut of zo. Waarom deed je dat niet eerder? Want het leek goed, alleen die doelpunten werden niet gemaakt. Dat zijn mensen die wel doelpunten maakten. Bleek later ook, Andreas. Maar waarom niet eerder? Nou, omdat ik tegen Rijnvogels deed ik het veel eerder. En toen kon Jelle de Boer na 5 minuten niet eens meer lopen. Die was lekker naar de Malediven geweest. Dus dat heeft ook met fitheid te maken soms. Ze hadden allebei al gespeeld bij onder de 23 en de tweede. En nogmaals, mijn ploeg heeft vandaag goed gespeeld. En soms verdienen ze het ook om langer te blijven staan. En ik vond dat ze vandaag echt een heel goed niveau hebben aangetikt voor Urk-begrippen. Begrijp me niet verkeerd. En ik ben voor de wedstrijd echt streng geweest voor ze in de bespreking. Ik ben blij. Nou ja, waar bestaat die strengheid uit? Nou, dat we vorige week Urk onwaardig gepresteerd hebben. In fitheid, in gedrag, in uitstraling, in de wil om te winnen, in de energie die we hadden brengen. Nou, dat heb ik vandaag gezien. Ben ik blij mee. Ze gaan vanavond lekker met elkaar een feestje vieren, een feestavondje. Daar hebben ze ook wel een keer recht op, weer even als team bij elkaar zijn. Het wordt gewoon een heel zwaar seizoen. En vandaag koos ik ervoor om de bestaande aanvallers langer te laten staan. Maar die hebben vandaag ook veel afgedwongen. Alleen ja, dan moet hij er wel in. En onderaan de streep kunnen nog uren doorpraten. We hebben onszelf aan de voorkant te weinig beloond en aan de achterkant te makkelijk geïncasseerd. En dan volgende week, ja, ik noem het toch alvast maar een voordegradatiewedstrijd. Uit naar Rijssen tegen Excelsior 31. Kan dit Urk degradatievoetbal spelen? Nou ja, ze hebben in het verleden vaak zat de degradatie naar de eerste klas gemaakt en weer naar de hoofdklasse. En nu zitten we in de derde divisie. Dus als er nou één specialist in degradatievoetbal is, is volgens mij Urk. Maar weet je wat het is? Wij moeten nog 4-5 puntjes pakken tot aan de winterstop. Want na de winterstop wordt het pas beslist, dat weet iedereen. Ik heb vanaf het begin gezegd, je hebt 36 nodig. Ik reken dat altijd even voor. Dus de helft is 18. Dus wij moeten ergens rond die 17, 18 punten met de winterstop doen we altijd mee aan het einde van het seizoen. Ja, en dan zien we wel. Ja, en wat ik zeg, als ik er nou vandaag in wat kan verwijten, dan doe ik dat graag. Wij hebben gewoon onszelf in de voet geschoten. En ik blijf dat herhalen, maar op dit niveau kun je jezelf geen misstap veroorloven, want de tegenstander maakt het gelijk af. En de eerste kans van GVV zat er gelijk in. En dat is kwaliteitsverschil. Ik zou zeggen, Gert-Jan, succes op naar die aantal punten aan het einde van de competitie. Want degradatiekandidaat zijn jullie qua spelniveau niet. Wel qua doelpunten. Laten we hopen dat dat de komende week dan inderdaad en wordt. Dankjewel voor vanmiddag en veel succes in de komende weken. Dankjewel. Alsjeblieft.